Toeristen hoeven niet meer te verdwalen in Horen. De gemeente heeft namelijk de stad weer voorzien van nieuwe informatieborden. Deze informatieborden zijn er om het toerisme te stimuleren. Het toerisme is natuurlijk heel belangrijk in Horen. Er komen al heel veel bezoekers naar Horen, maar er komen er steeds meer. En het is ook heel belangrijk om een goede stadsplattegronden te hebben en om toeristische informatiepunten te hebben. Als die bezoekers hier dan zijn, zodat ze ook de informatie kunnen krijgen over waar de musea zijn, de watertaxi, de stadswandelingen, maar ook welke evenementen er allemaal te doen zijn. Op de oude borden waren de toeristische trekpleisters op verkeerde plekken aangegeven. Nou, wij zijn als museum bijvoorbeeld 3 jaar geleden naar het Oostereiland verhuisd. Ik ben ook directeur van het museum van de 20e eeuw. En we stonden nog op de oude locatie. En nou ja, dat zie je en dan wil je toch eigenlijk wel je nieuwe locatie ook op de plattegrond, de stadsplattegrond. En toen ik goed ging kijken, toen ontdekte ik nogal ofwel wat foutjes. En de wethouder die gaf me gelijk en die heeft gezorgd dat er nieuwe borden zijn gekomen. Ja. Als je stadsplattegronden hebt, dan is het ook zaak om die eens in dezelfde tijd te actualiseren. En er zijn veel veranderingen geweest. We hebben het Blauwe Bergcomplex erbij gekregen, maar ook het Oostereiland Hotel en Museum en Brasserie en Bioscoop. Ja, en die stonden nog niet of nog niet goed op de oude borden. En dat is nu hersteld. Denkt u dat de toeristen nu de weg kunnen vinden naar het Oostereiland? Ja, ik denk dat ze de weg wel vinden hoor, maar toch hoorden wij ook bij het museum wel eens van ik stond bij de bierkade, dus het oude adres. En toen moest ik mensen vragen waar jullie nu zitten en dat is niet de bedoeling. En we hebben hier de afgelopen maanden, want we zijn al een tijdje open en we geven al veel toeristeninformatie. Hebben we duizenden toeristen de weg gewezen in de stad en plattegrondjes gegeven. En dan merk je dat toch heel veel mensen graag willen weten wat is waar. En ja, wij zijn dan wel 6 dagen per week open. Maar als men op bijvoorbeeld maandag komt, de enige dag dat wij niet open zijn, dan is zo'n stadsplattegrond wel heel handig.